Ten eerste trekken we de teugels aan voor de introductieweken. Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden, op 1,5 meter. Het Fluxveld, al jaren het bruisende hart van de intro met het daarop gebouwde festivalterrein. Dit jaar staan deze SICK-leden echter voor een leeg veld. Vanaf het moment dat corona zijn intrede deed in de Nederlandse samenleving, is de Centrale Introductiecommissie bezig met het uitwerken van 3 scenario's. Helemaal online, helemaal offline of een combinatie van beide. Ja, we hebben ervoor gekozen om het scenario half online en half op de campus te laten plaatsvinden. En daar zijn eigenlijk de belangrijkste activiteiten van het offline programma overgenomen in het on-campus programma. En dat zijn eigenlijk de campusmarkt en de business case en de workshops. En die zijn voor verenigingen heel belangrijk om te laten zien wat zij doen. Dat heeft dan ook de goedkeuring gekregen, want daar gaat het uiteindelijk ook om. Zowel van de veiligheidsregio als vanuit de gemeente Eindhoven. Alle introgangers zijn verdeeld in 2 groepen om de druk op de campus te spreiden. Maandag beginnen beide groepen met de online opening. Maar we proberen ze zo goed mogelijk op te vangen door ze eerst 1-op-1 te laten meeten met hun introbuddy. Daarin gaat de introbuddy alles uitleggen over de introweek en ook vragen stellen met betrekking tot corona. En daarna ontmoet ze al vrij snel een introgroepje. Groep 1 begint dinsdag met een on-campus dag, die gevuld zal zijn met een campustour, campusmarkt, diner en quiz. Groep 2 zal woensdag diezelfde dag volgen. Het was natuurlijk voor iedereen wel best wel switchen. Maar we kunnen gelukkig de Green Strip Market toch in een andere versie door laten gaan. En we kunnen ook nog steeds workshops aanbieden. Ja. En, dat zijn, en daarnaast hebben we nog een online voor lid feest activiteit waar de verenigingen ook aan mee kunnen doen. Ze hebben dus heel veel spellen bedacht voor online. En we organiseren ook iedere avond een livestream. Dus dat wordt superleuk en een gezellig feest gaan we er toch nog steeds van maken. En onze offline activiteiten gaan allemaal door op het TU-terrein. Dus we gaan ons daar gewoon aan natuurprotocol houden. Eentje is bijvoorbeeld een workshop die wij doen. En die workshop, dat is Meet SSRE. En daar kunnen kilo's in korte tijd verschillende SSRE'ers spreken. Ook een voorbeeld van de studievereniging van bouwkunde Geops. Normaal gesproken hebben zij een activiteit waarbij je een fort moet bouwen. En waarbij ze dan de brandweerslang wil opzetten. Ja, nu is dat, kan dat natuurlijk niet, want je kunt niet met z'n allen in zo'n fort. Maar je kunt wel een toren bouwen en daar de slang opzetten. En zo toch eigenlijk hetzelfde effect creëren. Vorige week met het college van bestuur hebben we samen gezeten ook. En daarmee een extra onderdeel hebben toegevoegd aan het introprogramma. En dat zijn informatieve bijeenkomsten namens de 3 studentenverenigingen van Eindhoven. En verder zijn we de online de socials hebben een stuk uitgebreid. Normaal gesproken leer je de leden kennen tijdens een introductieweek of net daarna of net ervoor. Nu is het ook online heel erg gaande. En toen kwam de week voor de intro, de persconferentie van Mark Rutte. Voor algemene studentenvereniging geldt dat activiteiten voor werving en introductie in het geheel niet in fysieke vorm kunnen plaatsvinden. Ja, dat was wel een klap in het gezicht. Nou, we snappen heel erg goed dat die nieuwe maatregelen in het leven zijn geroepen. Wel hadden we gehoopt dat er een meer regionalere aanpak kon zijn. En deze echt vlak van tevoren gewoon een hele flinke, waardoor wij eigenlijk niks meer mochten organiseren op eigen initiatief. Dat deed wel even pijn. Dat was eventjes een beetje omschakelen natuurlijk. Ik moest even snel denken, oké, het is volgende week, wat gaan we nu doen om nog steeds er een leuk feestje van te maken. Maar wat we nu nog wel kunnen doen is tijdens de introductieweek, en daar zijn we heel erg blij mee, gewoon op de campusmarket en de workshops die we mogen doen, dus gewoon het normale TU-programma. Ja, verder houden we gewoon heel erg veel rekening met de 1,5 meter afstand, overal desinfectiemiddel, we zorgen dat alles veilig en verantwoord gebeurt. Ja, daarvoor hebben we vrijwilligers, die staan op de velden om te kijken of iedereen 1,5 meter afstand bewaart. En als ze dat niet doen, worden ze daarop aangesproken. En als dat consequent niet blijven doen, ja, dan zullen we ook wel gevolgen aanhangen. We waren dus al met het programma uitgaan al wat strengere maatregelen dan op dat moment eigenlijk geldig was. Dus we hadden al bij voorbaat gezegd van geen alcohol, terwijl dat op het moment eigenlijk nog niet aan te pas kwam. Het is echt geen saaie week of zo. Ik denk dat mensen het toch wel erg naar hun zin gaan hebben. Wat is het advies voor de aankomende studenten? Stel vooral je vragen. Maak er gewoon net zo goed nog steeds een mooie tijd van en doe dat met de maatregelen die er gelden. Doe wat goed voelt. Schrijf je vooral ergens in. Maar ik denk wel dat er in ieder geval van alle studenten die er nu al zijn heel veel enthousiasme en energie is ingestoken om het toch zo leuk mogelijk te maken. Nieuwe studenten, welkom in Eindhoven. 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 Ik ben Niels en dit is Fabian en wij zijn deze week aanwezig op de campus om alle activiteiten van de intro vast te leggen. Dus heb jij iets leuks wat je met ons wilt delen? Laat het ons dan weten door ons aan te spreken of te mailen naar het onderstaande adres. Dan zien we je dan.